Cultuur in actie, we zijn er nog steeds. We kunnen in deze tijden niet op het Malieveld staan. Dan maar online in deze prachtige studio. Met nu Marjolein Innemee aan tafel. Kunstenares, beeldend kunstenaar. Ja. Ex-galeriehouder in Hilversum, geloof ik. Ja, ook en dat. Ik kwam ook iets heel moois tegen. U illustreert namelijk ook lijkkisten. Klopt, ja. Het is leuk dat je daarna vraagt. Ja. Je hebt je goed ingelezen. Ja, dat zag er namelijk heel, laten we zeggen, inspirerend uit. Ja. Er is een doodkist van Honora. Mag ik misschien wel zeggen nu, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En die is van hennep, zetmeel en vezels. Dus helemaal biologisch. En ik wilde haar graag ondersteunen, de initiatiefnemer daarvan. Dus toen heb ik met een aantal kunstenaars, een stuk of 10, heb ik er opgeroepen. En toen hebben we allemaal een kist gemaakt. Ik heb narcissen op de kist geschilderd, omdat dat eigenlijk nieuw leven is. Hè? Een overgang naar iets nieuws. Symbolisch. Marjolein, je bent echt een voorbeeld van een veelzijdige kunstenaar. Ja. Want je illustreert dus in dit geval een lijkkist. Maar je maakt ook illustraties in kranten. Ja. Je hebt een galerie gehad. Je bent beeldend kunstenaar. Van alles en nog wat. Ja. Waarom zit je hier vandaag? Nou ja, omdat ik me natuurlijk zorgen maak. Waarover? Nou, de kunst wordt zeker door dit kabinet vaak heel erg weggezet. Als van, dat is een hobby. En dat is voor de leuk. Terwijl het gewoon echt gewoon retenhard werken is. Retenhard werken. Is het ook reten belangrijk voor de maatschappij, voor de samenleving? Ja, het is juist heel erg belangrijk. Omdat zonder kunst het een grijze massa is. En je juist je identiteit juist kan tonen door middel van kunst. Door de muziekkeuze die je hebt. Hè, de werken van kunst in huis. En dat is uitermate belangrijk. Want bepaalt kunst wie wij zijn? Ja, in een zekere zin voor elk mens geldt waar zijn liefde ligt, waar zijn interesses ligt. Voor 99% is dat volgens mij ook wel heeft te maken met kunst, hè, met vormgeving. En op welke manier bepaalt kunst wie jij bent? Nou, voor mij, ik denk dat als jij echt een gedreven kunstenaar bent, dan ben je... Dan is het niet een kwestie of je nou wel of niet daarvoor betaald wordt. Hè. Dat zie je ook veel bij muzici bijvoorbeeld, die dan gratis gaan staan optreden. Of kunstenaars die gratis werk aan een of ander goed doel wegschenken. Heel laag beloond worden ook vaak voor hun werken. Ze blijven maar doorgaan. Hè. Ben je een ondernemer, heb je een bedrijf het lukt allemaal niet, dan stop je ermee. Maar een kunstenaar kan dat gewoon niet. Dus een kunstenaar is iemand die doorgaat met het beoefenen van zijn vak, hoe dan ook. Of hij er nou voor betaald wordt of niet. Dat is een echte kunstenaar. Ja, dat is, een kunstenaar wil creëren. Is een individualist. Dus wil niet in de mainstream mee. Denk na over nieuwe dingen. Dus zijn van ongelooflijk belang dat... Dus iemand die in de mainstream opereert is per definitie geen kunstenaar? Nou, dat hoeft niet per se. Maar een echte kunstenaar kijkt niet naar wat de andere mensen graag willen of mooi vinden. Die wil zijn eigen weg. Die is eigenzinnig? Die is eigenzinnig. Word je eigenlijk geboren als kunstenaar? Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat je een gen moet hebben die jou drijft om iets te doen. Daar kan je geen... Echt een gen zelfs, zegt u? Ja, daar kan je geen universiteit... kan jou dat leren. Het zit gewoon in je. Hè? Ik teken al vanaf het moment dat ik een pen of een potlood in mijn handen kan. Er is wel een leuke anekdote. Dat ik als 7-jarige deed altijd veel mee aan tekenwedstrijden. Toen was ik tweede een keer geworden. Nou, ik ging stampvoetend naar de jury toe. Van, dit kon toch gewoon eigenlijk niet. Als kind. Presteren en iets creëren en daarmee... in de spotlight staan. Dat is iets wat een kunstenaar wel graag wil. En het zit in de genen. Ja, dus je kunt het nooit loslaten. Nee, het is nooit. Het is 24 uur, 7 dagen in de week. De Belastingdienst die heeft in 2010 gezegd... kunstenaars moeten zich inschrijven. Nou, ik geloof dat er inmiddels 200.000 kunstenaars... bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Dan word je ook ineens als ondernemer gezien. Moet je aan allerlei onzinnige regels moet je voldoen.
De Belastingdienst zegt dan dat je zoveel uur in je onderneming aan het werk moet zijn. Nou ja, dat is voor de kunstenaar 24/7. Ja, voor de echte kunstenaar. Ja. Voor de geboren kunstenaar. Ja. 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 En u heeft iets meegenomen, u heeft iets voorbereid, hè? Want wat vindt u dat er de komende periode moet gebeuren? Concreet. Ja, dat vind ik een lastige vraag. Daar had ik dan van tevoren ook nog even goed over na willen denken. Kijk, ik denk sowieso dat er is zoveel subsidie geschrapt, hè, in de laatste jaren. Zeker dat Rutte aan de macht is, de VVD. Er moet gewoon een gedeelte terug. Structureel. Ja. Willen we de kunst gewoon op een hoog peil in Nederland kunnen houden. En wat zou er dan terug moeten komen? Nou ja, ik heb voorheen, dat is alweer een tijdje geleden, was ik vertegenwoordiger, vicevoorzitter van de BBK, de oudste beroepsvereniging van beeldende kunst. Het is trouwens best leuk om nu te zeggen, nu 75 jaar na de oorlog, dat die vereniging ontstaan is vanuit het verzet, het kunstenaarsverzet. Wij leggen ook elk jaar nog even een boeket. Is de herdenking? Bij de herdenking, ja, klopt. En ik denk dat wij met z'n allen gewoon ons meer moeten verenigen als kunstenaar. Er zijn ook de diverse kunstenaarsorganisaties voor. Ja. Nou, ik denk dat daar misschien 7000 mensen totaal, schat ik even, 7.000 tot 10.000 mensen lid van zijn. Terwijl er 200.000 kunstenaars in Nederland zijn. Dus ook op dat gebied is er heel veel werk aan de winkel. Ja, ik zou zeker... Maar we beginnen vandaag met z'n allen. Cultuur in actie. Ja. Namens hoeveel mensen zit jij hier om... mee te tekenen? Ik heb in mijn achterban even een oproepje gedaan en 51 mensen hebben gezegd wij gaan mee in jouw stem. Het teken voor ons. Beeldend kunstenaar Marjolein Innemee gaat nu tekenen namens 161 mensen. Nee, 51. 51 mensen? Ja. 5-1. 5-1. Ik kan je geen hand geven nu. Nee, maakt niet uit. Doen we het zo. Dank je wel.